Welkom, leuk dat u kijkt naar deze nieuwe video van N-Exchange. In deze video weer de nieuwste week-highlights voor u. En zoals u ziet, deze week neem ik deze op vanuit Dubai. Allereerst wil Joe Biden Jerome Powell houden als directeur van de Federal Reserve. Dat heeft hij eerder deze week aangekondigd. Veel mensen hadden de verwachting ook dat hij ging kiezen voor Leo Brainard. Zij heeft verschillende gesprekken gevoerd met Joe Biden en volgens verschillende nieuwskantoren zouden dit goede gesprekken zijn geweest. Maar zij is dus inmiddels ja, vicevoorzitter geworden van de Federal Reserve, oftewel de Amerikaanse Centrale Bank. Nou, Hande jong, de huiseconoom van BNR, geeft ook aan dat het een goede beslissing is. De bank moet natuurlijk altijd onafhankelijk zijn. En zo zou er nooit een republikein mogen kiezen voor een andere republikeinse leider van de Federal Reserve. Nou, er is ook uh, ja, veel kritiek op dat Powell opnieuw is gekozen, veel mensen ja, zien hem als de aanstichter van de hoge inflatie. Andere mensen ja, vinden ook weer dat hij dubieuze beleggingen, of dat er bankiers onder hem dubieuze beleggingen hebben gedaan ja, waar zij het niet mee eens waren. Nou, Biden heeft toch aangegeven dat hij hem nog vier jaar wil houden als directeur van de Federal Reserve. Dan, BlackRock verwacht dat duurzame beleggingen nog populairder gaan worden als dat ze op dit moment al zijn. Dat hebben zij ook eerder deze week aangekondigd. Nou, de afgelopen jaren hebben we natuurlijk een ontzettende groei gezien van De hoeveelheid duurzame beleggingsfondsen, zien we dat steeds meer grote bedrijven zich bezighouden met duurzaamheid en ook zo landen en gemeentes. Nou, uh, BlackRock, wat inmiddels al 500 miljard aan duurzame belegging heeft, verwacht dat dit in de aankomende jaren dus alleen nog maar meer gaat worden. Beleggers kijken steeds, ook, ja, steeds meer naar duurzame beleggingen en iedereen zou dit in zijn portfolio moeten hebben, geeft ook BlackRock aan. Nou, hoe dit de aankomende jaren gaat ontwikkelen, dat weten ze nog niet helemaal zeker. Maar ze verwachten dus in ieder geval dat steeds meer beleggers de overstap gaan maken naar steeds meer duurzame beleggingsfondsen. Dan als derde, de CEO van Twitter en Square, Jack Dorsey, gaat een decentrale Bitcoin exchange lanceren. Nou, dit zal gaan om TBDEX. Ik zeg al decentraal, zo noemen ze het zelf ook, maar hoe decentraal het nou echt gaat worden, ja, daar is veel kritiek op. Bij normale decentralized exchanges kan je natuurlijk gewoon met een wallet eigenlijk inloggen en daar gaan ruilen. Maar ja, bij Tbdex moet je echt gewoon een nooit customer traject doorlopen. En het is dus eigenlijk meer een peer-to-peer -peer ruilplatform. Nou, um, er komt geen eigen governance stoken, wat verschillende decentralized exchanges wel hebben. En wanneer Tbdex precies online gaat, dat is nog niet bekend. Wel is het grappig, want ja, juist Jack Dorsey natuurlijk, de CEO van Twitter, met een decentrale Bitcoin exchange. Nou ja, als we naar Twitter gaan kijken het afgelopen jaar, zeggen veel mensen, ja hoe decentraal is Twitter nou? Eigenlijk helemaal niet decentraal, want zo hebben zij bijvoorbeeld de oud-Amerikaans president van Twitter geblokkeerd. Nou, daarom vinden veel mensen het grappig dat juist hij nu komt met zo'n decentrale crypto exchange. Verder is er wel natuurlijk bekend dat Jack Dorsey ontzettend fan is van Bitcoin en andere cryptovaluta. Dan tot slot, Uber Eats dat wordt misschien wel Uber Weeds. Nee, dat natuurlijk niet. Maar in Canada, in Ontario, is het namelijk vanaf nu mogelijk om Wiet te bestellen via je app. Wordt nog niet bezorgd, je moet het wel ergens op gaan halen, maar je hebt in ieder geval de mogelijkheid om het te bestellen. Nou, waarom het nog niet wordt bezorgd, is omdat ze wel ja, goed rekening willen houden met wie deze wiet bestelt of die mensen wel deze wiet mogen bestellen, qua hun leeftijd bijvoorbeeld. Maar het is in ieder geval ja, een leuke ontwikkeling. Uber iets heeft eerder al aangegeven, of Uber in zijn geheel heeft eerder al aangegeven, dat zij zich willen bezig gaan houden met deze hele wietontwikkeling in de verschillende landen. Nou, op deze manier verwachten zij ook dat er steeds minder criminelen komen in dit wietcircuit, wat momenteel in Canada nog wel heel veel is. Het is natuurlijk al een paar jaar legaal om het te kopen, maar ja, je ziet nog steeds dat er heel veel gewoon wordt aangekocht, om het zomaar te zeggen, bij de criminelen. Dit was het weer voor deze week. Ik wil u bedanken voor het kijken naar deze video vanuit Dubai. Ik zie u graag terug in de video van volgende week, dan filmen we gewoon weer vanuit Amsterdam.